Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En we gaan kijken naar Bitcoin. Heeft het hier mogelijk een bodem bereikt? Kunnen we in ieder geval een verdere relief rally krijgen? We gaan er naar kijken en vergeet de video natuurlijk niet een like te geven. Als je de content kunt waarderen, abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En jullie zien natuurlijk dat mijn achtergrond anders is, want ze zijn nog steeds aan het haaien de komende dagen. Dus ik kan bij mijn lieve moeder even 's ochtends aanschuiven, kopje thee doen en de analyses doen. Goed. Ook goed om te weten, de Extreme Fear en de Fear and Greed Index. Wanneer is de laatste keer dat we zo lang in een Extreme Fear hebben gezeten? Dit vertelt je meer in ieder geval dat we richting een bodem gaan of wellicht al een tijdelijke bodem hebben bereikt. Maar goed, wat zeggen de grafieken zo direct? Gisteravond ook nog een update gedaan op de wekelijkse, dat die er wil afsluiten als een hammer candlestick. Wat we zouden kunnen gaan verwachten, dat de daily nog wel in een downtrend zit. En dat we wellicht de week rood gaan starten, maar wel groen zullen kunnen gaan eindigen. Dus als je meer van dat soort updates wil, dan kun je mijn premium Discord groep ook gaan checken. Niet die van de Crypto Insiders, want ik plaats daar niks. Maar goed, als we naar de wekelijkse kijken, dan zien we dus het volgende. De wekelijkse downtrend is nog steeds aanwezig. Die is nog niet veranderd. Maar wat we inmiddels wel zien gebeuren, is dat net boven de 100 wekelijkse moving average wordt hier support gevormd. Je ziet WIX komen aan de onderkant van deze candlesticks en dat geeft aan dat er in ieder geval wat koopkracht is en dat hier interesse is om Bitcoin te kopen. En dit is ook een hammer candlestick en dat is een bullish candlestick. Over het algemeen zie je dat de koersen daarna meer groen laten zien. Niet altijd. Hier zien we bijvoorbeeld eentje van 21 juni 2021. Mooie hammer candlestick, maar vervolgens toch daarna in de weken nog rood. Maar er werd geen nieuwe bodem gemaakt. Hier hetzelfde en hier zien we dus een mooie stijging in de weken ervoor, daarna een pullback. Ook hier WIX aan de onderkant wat aangeeft dat er koopkracht is, koopbereidheid van de bulls. En na deze hammer candlestick kreeg je in ieder geval nog een paar weken groen. Dus dat betekent ook niet dat dit de absolute bodem is, maar voorlopig zie ik dit als een tijdelijke bodem. En ik verwacht wat meer consolidatie slash stijging in de weken in richting maart tot de nieuwe FOMC meeting. En het afwachten wat ze daar zullen gaan presenteren. Er wordt inmiddels gesproken over 5 renteverhogingen en ook potentieel een 0,5% verhoging in 1 keer. Dus dat zullen de markt uiteindelijk niet leuk vinden. Goed, hammer candlestick. Ik verwacht meer groen, maar zoals ik gisteravond zei, in het begin van de week zie je nog vaak dat een deel van die wick wil worden gevuld. Hè? Dus dat hij de onderkant van de wick zal gaan opzoeken. En dat zouden we deze week dus kunnen gaan krijgen. Sterkere support zit er op de $35.000. Futures grafiek. Er is een hele kleine gap ontstaan tussen 37.790 en 37.845. Gisterochtend zei ik volgens mij, het lijkt erop dat we rond die futures gap zullen gaan sluiten. En dat hebben we ook gedaan met de Bitstamp grafieken. De futures gaps die ontstaan in het weekend omdat daar niet wordt getrade. Je ziet hier ook een potentiële Adam en Eve patroon. En ja, of die zal gaan uitspelen. Ik heb er een hard hoofd in. En verwacht eigenlijk dat we iets verder naar beneden zullen gaan zakken. En dat zal ik zo direct in de grafieken laten zien. Dat zie je ook een beetje terug op de dagelijkse. Want we zijn dus wel aan het stijgen hier. Nog steeds overigens de dagelijkse in een downtrend. Alles onder de 43.000 is een lower high. De nieuwste lower highs die zitten hier nu op de $38.000 ongeveer. Dus dat willen de bulls breken om meer bullish te mogen zijn. Dus die hebben dat ook geprobeerd hier. Dus we hebben hier een high, een low, maar dan wel weer een lower high. Dus de bulls die konden geen uptrend zetten. En je ziet dus ook dat dit eigenlijk een beetje een vorm heeft van een opwaartskanaal slash rising wedge. Met ook het bijbehorende aflopend volume. Dus dat geeft ook al aan dat de bulls ja, aanwezig zijn, maar niet overdenderend sterk. En ook hier blijft nog steeds die 12 EMA de weerstand. Dus wat we ook overigens zien gisteren, dat had ik nog niet gezien, maar dit is een hanging man candlestick. En een hanging man candlestick is eigenlijk een hammer candlestick, maar dan aan de bovenkant van een trend. En dat geeft aan dat er vaak wat meer rood komt en dat zie je ook vandaag al gebeuren. Volume is nog steeds afnemend, maar in het weekend hebben we sowieso weinig volume en de dag van vandaag is pas net gestart. De RSI, die ik vorige week noemde, die loopt hier tegenaan te beuken, maar er wordt daar ook op afgewezen. Dus ik verwacht hier vooral eigenlijk iets meer rood in de komende uren, wellicht dagen. Kijk hoe snel dit gaat. Meestal gaat het met de lift naar beneden natuurlijk. Dus ik kijk naar de 35.000 in ieder geval als sterke support. Wat hier de daily closes waren van de candlesticks. De golden pocket, $35.000 support.
Dus dat is een sterke regio die de Bulls zullen gaan verdedigen. En daarna kunnen we dus wellicht kijken of er een dagelijkse uptrend kan gaan komen met een verdere relief rally nu de markten weer meer zekerheid hebben. Of in ieder geval minder onzekerheid dan vorige week. Dus dat deelde ik gisteren ook in de Premium Discord groep. Aflopend volume, opwaarts kanaal, is inmiddels naar beneden uitgebroken. Niet denderend veel volume, maar het is langzaamaan naar beneden aan het bewegen. En wellicht dat we pas meer actie krijgen als de traditionele aandelen vanmiddag open gaan. Dat zien we wel vaker, dat de koers eigenlijk vrij rustig zijn. Zeker in het weekend, dit is gewoon zijwaartse actie. En dan ook maandag relatief rustig totdat de traditionele aandelen open gaan. We gaan het zien in ieder geval. Sterke support zit hier ook op de 35.700 en ook hier dus die golden pocket 35.000, welke ook op de dagelijkse te zien is. Dus ik heb dit wel zo getekend, maar het hoeft niet zo diep te gaan. Maar wat ik zou willen doen, of wat mijn plan is in ieder geval, zodra deze 4 uur downtrend beëindigd is, op een 4 uur high-low instappen en kijken hoe hoog we kunnen gaan. Eerst volgende targets omhoog zijn 38.000, 39.5, 40.6 en de $42.000. En het is ook afhankelijk van... Misschien komen we op die $42.000, maar de 200 moving average op de 4 uur is over het algemeen ook een sterkere weerstand. Dus dat voor Bitcoin in ieder geval. Wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een gratis kennismakingscursus doen. Dan leer je ook meer over die candlesticks en wat nou een close van een candlestick betekent. En als je meer wilt leren, kun je natuurlijk ook cryptocurrencies handelen, deel 1 doen. Deel 2 voor meer over hefboom. En per 1 februari gaan de prijzen van de cursussen omhoog. En nog even een shout-out naar de Bitcoin webshop van Nederland. Excuses. Bitcoin producten en allerlei andere toffe dingen die je in die shop vindt. Alle links vind je onder in de video. Ethereum. We zien dus dat die eigenlijk nog steeds vooral Bitcoin volgt. Ook hier hebben de bears nog de overhand. 12 EMA is de weerstand. En we zien dus ook hier een shooting star candlestick. Eigenlijk een doji type candlestick met ook daarna rood. Het volgt vooral Bitcoin. En de $35.000 voor Ethereum die zit rond de 23,62. Dan de altcoin verzoekjes. Dus op maandag, woensdag en vrijdag kunnen alle crypto insiders mee bestemmen. En voor dinsdag en donderdag neem ik de coins mee van alle kijkers, dus laat het weten onder in de comments welke altcoins jij wilt zien worden behandeld in deze videoreeksen. Goed, FX. Hele mooie stijging doorgemaakt. Na de $150 heeft inmiddels een heleboel teruggegeven. 66% ongeveer, denk ik, inmiddels. Wat is dit? 65% ongeveer. Dus dat is best wel wat. En dat betekent dat de koers ook rond de golden pocket komt. Dus we zitten hier in een interessante zone. Er wordt hier in ieder geval gevochten door de bears en de bulls over of om de 200 daily moving average. Dus de onder. En we zien ook het vormen van een potentiële bear flag. Als dit als een opwaarts kanaal uitspeelt, dan zullen we hier nogmaals waarschijnlijk de 54 gaan testen tot de $59. Als dit als een bear flag uitspeelt, dan zullen we een diepere daling moeten doormaken. En even kijken, een beetje grofjes gedaan. Dan kijk je eerder richting de $27. Maar voordat we daar komen is er ook nog support van de $38. De 0,786 Fibonacci. En je ziet dat dat ook overeenkomt met eerdere weerstanden hier rond de $40. Dus $40 zal in ieder geval het eerst volgende target zijn als dit naar beneden uitbreekt. Dus target 1 is hier de bovenkant, 59, vervolgens 53. En de technische target, of tenminste daarna $40. En de technische target van deze potentiële bear flag ligt rond de $28, $29. Dus FX ziet er nog niet heel erg sterk uit in mijn ogen. De koers is ook hier dus wel omhoog aan het bewegen, maar ook op aflopend volume. En dat geeft aan dat het een verdere correctie nodig heeft. Eentje die wat sterker is, is Mana. Dus als we even naartoe gaan, dan zien we dus deze tekening. Dit is wat ik de vorige keer zei. We zien hier een falling wedge in het geel. De verwachting was dat die wel naar boven zou uitbreken, maar eigenlijk heel zwakjes en vervolgens dieper zou gaan zakken en de support zou verliezen van de golden pocket regio. En dat is eigenlijk ook gebeurd.
En de koers is eigenlijk daarmee ook teruggegaan naar die 200 Daily Moving Average. En hier zie je dus ook WIX aan de onderkant. Dus er wordt hier bijgekocht. De bulls zien dit weer als een interessant punt. En ook van de swing low naar de swing high zijn we op die 0,786 Fibonacci aangekomen. Dus ook voor de volgende keer als we dit zien. Als de koersen een hele mooie stijging doormaken en vervolgens beginnen te corrigeren rond de 0,786 Fibonacci over het algemeen, willen de koersen weer gaan bouncen. Even kijken dus voor mana. We zien ook hier, even kijken of ik het, ja, het volume. Dus we zien ook hier wel een stijging, maar ook dit is een langzame grind omhoog eigenlijk. Hè. Dus het beweegt wel omhoog, maar ja, heel lichtjes eigenlijk. Ik zou het ook geen beerflag noemen. Meer iets van een opwaarts kanaal ook. En hier wacht ik dus ook vooral tot mana een high low gaat maken. Dus hierin willen we een dagelijkse uptrend zien vormen. Dus dat er een high low wordt gevormd op die support hier. Oh, dat is heel erg lelijk. Laat me even deze lijn erbij pakken. Dat die ongeveer hier een support zal maken rond de $2.20 tot $2 psychologisch rond. Een high low, en zodra die gemaakt is, dan kun je dus ook veel beter instappen. Eventueel voor de langere termijn met stoplosses onder de low. Zo kun je een risico in ieder geval beter afdekken. Maar ik verwacht hier ook een afwijzing op deze golden pocket regio. Wat dus eerder ook hier de support was, is nu de weerstand aan het worden. En daar kom je over het algemeen niet zomaar in één keer doorheen. Dus ook als we hier een pullback krijgen, verwacht ik nog een tweede afwijzing. En wellicht dat we bij de derde poging er doorheen kunnen. Dus ook helemaal geen haast om in te stappen met mana. Dus als je wat conservatiever bent, kun je ook wachten tot die eerdere weerstand, support, die nu weerstand zal zijn van de golden pocket, tussen de 270 en 253. Wachten totdat dat wordt doorbroken. En dan kun je op de hertest ook instappen voor de langere termijn. En als laatste gaan we kijken naar Solana. En daarna nog naar de traditionele aandelen voordat ik dat vergeet. Dus Solana heeft ook een hele goede stevige daling gehad richting die 0,786. Het is er nog niet geweest. En op dit moment zit Solana eigenlijk ook onder die 12 EMA. Bears hebben nog steeds de overhand hier. En we zien op de lage timeframes een symmetrische driehoek. Gaan we zo direct op inzoomen. Maar in mijn ogen zit Solana op dit moment gevangen tussen de $105 en de $80 psychologisch rond. Zolang die $80 support er blijft, verwacht ik dat we hier gevangen zullen blijven zitten totdat een van deze twee weerstanden of supporten zullen gaan breken. En als we de $80 breken, dan zie ik de koers doorgaan richting de $72 en de $65 voor een short. Als we verder inzoomen, dan zien we hier dus ook een symmetrische driehoek ontstaan. En deze lijkt nu naar beneden te willen gaan uitbreken. Doet ook nog niet zo heel veel. Is eigenlijk aan het consolideren. Net als dat Bitcoin aan het doen is. Dus als dit verder naar beneden breekt en we verliezen de low hier op de $89. Ja, dan kun je een short nemen met stoplosses boven deze high hier rond de $91. En vervolgens de volgende targets $87 tot de $80. Overal op de langere termijn zal Solana ook meer consolidatie nodig hebben. En je hebt dus volgens de Wall Street Sheet de mooie stijging. Dan heb je de consolidatiefase. En vervolgens heb je ook de langere depressiefase eigenlijk voordat de nieuwe stijging begint. Dus dat kan ook allemaal nog even gaan duren. In het meest bullish geval in ieder geval. Goed, dus dat voor deze video. Ik zou zeggen happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.